Welkom, leuk dat je kijkt naar de enige echte NEC-update richting de wedstrijd van komende zondag. De laatste thuiswedstrijd alweer hier in de Goffert, hè, van het jaar 2024 tegen Sparta. Voordat we daar naartoe gaan, eerst nog maar eens even naar het debacle van afgelopen zaterdag. Hè. Ja, er werd verloren in Deventer van Go Ahead Eagles. Ja, hoe heb je deze week dan beleefd? We vragen het aan trainer Rogier Meijer en aan speler Bram Nijtink. Nou, als je naar jezelf kijkt, een pijnlijke week. Als je naar het team kijkt, ook een pijnlijke week. Je gaat veel nadenken. En dan is het na zo'n week, na zo'n nederlaag, ga je gewoon denk ik nog meer nadenken dan normaal. En ja, ik denk dat het zo'n week is. Een beetje zoals het weer. Een beetje grijs en grauw, zeker in het begin van de week. En dan helpt dat ook niet mee, uiteraard. Maar logisch, als je zo verliest, zoals we verloren hebben, dan... Ja, dan zijn de eerste dagen daarna gewoon kloten. Dan voel je niet lekker, maar uiteindelijk hebben we zondag direct getraind in plaats van een vrijdag. We hebben met elkaar de dingen besproken die we wilden bespreken. En dan, uiteindelijk moet je ook, denk ik, in deze periode altijd weer door. En daar ligt dan de focus op. Na de wedstrijd zei je van, ja, ik heb er natuurlijk nu nog geen verklaring voor dit verval. Heb je die nu wel? Ik denk dat we gewoon als elftal en als individuen niet op onze top van de kunnen speelden. Zeker de eerste 10 minuten niet. En dat zie je in duelgedrag, in ruimtes tussen de linies, in fouten die we maken. Ja, dan is na 9 minuten is eigenlijk de wedstrijd klaar. En dan is het 3-0. Daar heb ik vaak genoeg zelf voor in die situatie gezeten. En dan is het ook moeilijk om daar overheen te komen. Dat hebben we wel gemist met elkaar. Gewoon de echte scherpte. Zoals we de wedstrijd daarvoor wel hadden. En de wedstrijd daarvoor wel mee eindigden. Dat was er gewoon niet. Dan is Go Ahead te goed. Daar hebben we onszelf een slechte dienst bewezen. En dat is denk ik een verklaring voor die wedstrijd. Dat we goed kunnen voetballen, prima. Alleen wij moeten nu bewijzen dat we voor een langere tijd kunnen voetballen. Want anders ga je de hele tijd op en neer. En dan heb je helemaal geen balans. En dat moet er dus echt uit bij ons. We moeten gewoon stabiel worden. En als wij eenmaal stabiel zijn, dan kan je misschien zeggen dat we goed kunnen voetballen en kwaliteit hebben. Maar daar moeten wij denk ik nu echt niet naar kijken. Want het is nu ook gewoon echt vechten. En je zit nu in een positie. En ook deze wedstrijd die gaat komen, sta je gewoon, heb je gewoon een mentaliteit nodig van vechten. En we mogen nu gewoon echt... We moeten over ons lijk gaan. We moeten gewoon echt alles eraan geven. En dat probeer je ook echt wel elke wedstrijd. En dat zeg je ook elke wedstrijd voor de wedstrijd. Alleen op een of andere manier komt het dan op bepaalde momenten dan niet uit. Vooral Bram Nijtink was onderwerp van gesprek naar afloop van die wedstrijd. Ja, wat vindt de trainer daar eigenlijk van? Want het ging wel heel veel over Bram Nijtink. Uiteraard vind ik dat niet terecht. Dat alle pijlen op hem gericht zijn. En ik vind dat hij zich geweldig gepresenteerd heeft na de wedstrijd. Maar daarmee krijg je natuurlijk ook wel nog meer pijlen op je gericht dan dat er al waren. Maar wij hebben collectief gefaald en niet alleen Bram. Was het een van de lastigste wedstrijden uit jouw carrière misschien wel? Die ik speelde? Ja, misschien wel. Het doet vooral pijn omdat je... Als ik heel eerlijk ben, ik ben 34. Ik heb natuurlijk wel eens eerder wedstrijden gehad dat ik gewoon echt niet lekker erin zat. Of dat ik een fout heb gemaakt of zo. Dat heb je. Daar hebben keepers last van, daar hebben verdedigers last van. Ja, dat bij NEC is in zo'n situatie, hè, waar het team ook gewoon niet lekker draait. Waar je eigenlijk zo graag wil en het komt er niet uit. En dan maak je zelf dit soort fouten. Ja, dat doet gewoon heel erg pijn. Dan maar naar de allerlaatste thuiswedstrijd van 2024. Hier thuis zondagmiddag in de Goffert is Sparta de tegenstander. Ja, daar gaat het eigenlijk ook niet zo heel erg lekker, hè? Hoe kijkt trainer Rogier Meijer tegen die wedstrijd aan? Wat je zegt, ja, die hebben een moeilijke fase. Hè. Die hebben een aantal wedstrijden nog meer niet gewonnen dan ons. In dat soort fases is het gewoon knokken. Dat denk ik dat het ook zondag het beeld zal zijn. Goed voetballen is mooi meegenomen, maar uiteindelijk gaat het om knokken en met elkaar proberen in die wedstrijd te komen en te vechten en te winnen. En ik denk dat dat aan hun kant net zo is. En ze hebben uiteraard ook gewoon kwaliteit op het veld staan. Alleen je ziet ook bij hun, als het minder gaat, dan loopt niet alles vanzelf. Dus dan zul je moeten knokken. Griepjes, blessures? Nee, 2 keer nee. Dus daar ben ik kort over zijn. Maar gaan we dezelfde elf terugzien of ga je toch wel wat veranderen in je elftal? We gaan ook niet dezelfde elf terugzien. Dus er zullen wel een aantal veranderingen zijn.
Niet alle 11 dezelfde spelers dus in de basis komende zondag tegen Sparta. Trainer Rogier Meijer zal hier en daar dus wat gaan wisselen. Wie en wat, dat zullen we dus zondag om 2:30 zien. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta zal er gecollecteerd worden. Dan wordt er geld opgehaald voor de voedselbank. Belangrijk dus om dat ook eventjes te doen. Zondagmiddag om 2:30 wordt hier afgetrapt in de Goffert. De laatste keer dus voor 2024. En dat willen we positief afsluiten, die thuiswedstrijd. Met 3 punten. Of dat gaat lukken, dat kun je meemaken in het stadion. En anders natuurlijk via rn7.nl kun je live meeluisteren via de radio. We zijn er met de nabeschouwing nog. We zijn er maandag met de podcast nog. We zijn er met de voorbeschouwing op de beker nog. En we zijn er natuurlijk met de voorbeschouwing op Willem II nog. Kortom, heel veel NEC-update nog de komende week. Dus graag tot de volgende. We'll be right back.